Goedemorgen, het is dinsdag en het is 8 uur. Ik heb gedoucht, ik heb me aangekleed. Ik ben eventjes een rijstwafeltje aan het eten. En ik ga vroeg zo droppen bij zijn werk. Hij heeft zijn sleutelbeen gebroken. En we moeten donderdag naar het ziekenhuis, hij wordt geopereerd. En voor nu wil hij gewoon naar zijn werk en dan kan hij gewoon telefoontjes opnemen en dat soort dingen doen. Want ja, dit gaat misschien wel lang duren, weet je, het herstel hiervan en alles. Maar hij kan verder wel nog dingen met zijn andere hand doen. Alleen hij kan niet scooter rijden, want hij gaat op de scooter naar zijn werk. En ik kan hem vandaag gewoon droppen. Ja, ik heb in principe niks gepland. Ik denk dat ik daarna even naar mijn eigen kantoor ga om even rustig gefocust te werken. Dat moet nu wel lukken. Ik voel me nog steeds een beetje bla. Ik vond het heel fijn. Ik vlog is dus vandaag online gekomen van hoe het allemaal is gebeurd. En echt zoveel lieve berichtjes. En ja, weet je... soms dan denk ik, ik ben echt stupide dat ik iets vlog of film. Maar aan de andere kant denk ik, ja, dit is wel het leven, weet je. This is what happens. En gewoon, dan wil ik het toch op beeld vast hebben. En ook niet eens alleen voor de vlog, hè. Ik bedoel, stel je voor dat er echt later iets gebeurt of wat dan ook. Dan heb je altijd op beeld een soort van bewijs hoe het is gegaan. Dus dat zijn ook van die dingetjes waar ik aan denk. Oh, Fofie is klaar met douchen. Ja, ik kom eraan. Fofie is er weer klaar voor. Yeah. Met werk aan de winkel. Overhemd, blouse, hoe heet dat? Overhemd. Met korte mouwtjes, dus makkelijkst om aan te doen. Yep. Hallo, ik heb net Foefje afgezet op zijn werk. En nu ga ik naar mijn eigen kantoor. Ik ga het gewoon proberen. Als het niet lukt, dan ga ik gewoon weer terug naar huis. Maar Foefje is hier nu de zielige one, zeg maar. Want ja, hij kan echt helemaal niks. Ik zit de comments te lezen op YouTube. Het is zo lief wat iedereen zegt. Echt zo, zo, zo lief. Je, inmiddels gaat het wel oké. Ik voel het nog wel ver weg. Maar medicijnen doen hun werk. En morgen nog op de check. Oh ja, volgens mij heb ik dat helemaal niet gezegd. Maar mijn bloed is dus gecheckt een paar keer. En al mijn waardes, die waren zeg maar goed. En ik zei ook van, nou, weet je, ik ben laatst vegetarisch gaan eten. En kan je even kijken naar, weet je, ijzer en dat soort dingen. En ze zei, oh nee, het ziet er allemaal echt super netjes uit. Helemaal gezond. Ik dacht, yeah! Want vaak hoor je dat mensen die geen vlees meer eten, dat dan bepaalde waardes gaan... wisselen en weet je dat je er nog even in moet komen. Maar ik ben heel blij, want dankzij jullie tips weet ik een beetje wat ik kan moet eten ook en zo. Dus veel spinazie bijvoorbeeld, dat soort dingen. Dus ben ik heel blij mee. Hey, ik heb wat werkdingetjes kunnen doen. Het is toch wel fijn hier in alle rust en stilte en kalmte en geen afleiding. En het is inmiddels 2:30. Ik heb in principe alles af voor vandaag. Ik ga nog even denk ik wat vlogs editen en dan ga ik Foefje van zijn werk ook ophalen. En dit is echt crazy. Iemand die ik ken, Misha Koster, die had crystalnose.com gepost. En het is een site. Of eigenlijk een soort van abonnement iets of zo. Maar ik heb gewoon een free trial ding gedaan. En die kan dus op basis van iemands naam... gaat hij het hele internet af. En dan gaat hij zeggen hoe diegene communiceert. En het is heel freaky, want het klopt precies. Hier. Ik heb het dus mezelf gezocht. Masha Victistova. Masha resists formal structure... has big ideas and is a great teammate, collaborative, warm and supportive. Dat is heel lief. Nou, we found lots of online data for Masha, so we're quite sure of this. Maar kijk, dat niet alleen. Hij laat dus ook zien. When speaking to Masha, talk about abstract philosophies or ideas. Emphasize the future. Don't bore them with something they has heard before. Don't trust that they will follow a specific verbal instruction. Dit is zo waar. When emailing Masha, use an emoticon. Use emotionally expressive language. Don't provide lots of detailed information and instruction. Don't get to the bottom line before introducing yourself. When working with Masha, schedule meetings casually. Nou, dit is ik... Mijn agenda zit aardig vol, maar ik ben inderdaad wel van de... Als ik tijd heb en je zegt zullen we morgen, dan ga ik wel. Send a reminder the day before a meeting. Don't expect a long time to earn their trust. Don't get frustrated if I am a few minutes late. When selling to Masha, ask primarily open-ended questions. Use metaphors to explain a concept. Don't set an end time for calls or meetings. Don't worry about asking for permission before... Echt wel, dit wel hoor. Nee, ik vind het heel irritant als je zeg maar selling-wise zomaar mij opbelt.
Oh, sorry voor degene die geen Engels kunnen. Sorry, maar oké. Okay. It comes naturally, Marcia. They enjoy a story more than a list of facts. Openly discuss emotions. Prefer to work in groups more than alone. Consider social events a high priority. Het klopt gewoon allemaal. Oké, okay, daar komt-ie. It does not come naturally. Oftewel, dit is waar ik niet van hou. Articulate a clear plan of action before a big decision. Feel annoyed by an exaggeration. Cut a conversation short to get something done. Pause a conversation to correct something inaccurate. Dit is dus niet iets voor mij, deze dingen. Maar het is echt, wauw. Ik ben in shock. Alright, ik heb flink vooruit kunnen werken. It's a miracle. Goed, dit is vandaag. Dus dit heb ik allemaal afgekregen. En dit is morgen. Daar had ik in principe niks gepland om te doen. Ik bedoel op de laptop. Dan heb ik hier, die heb ik al af. En die 3 vlogs heb ik af. Dus wat ik nog moet doen is de zaterdag tutorial, zondag stel je vraag, vlogs. Dit is nu, eigenlijk staat dit voor vrijdag op de planning. Maar ik heb hier sowieso tijd tussen, maar ik heb het heel ruim genomen omdat ik dit heb. En vrijdag heb ik ook dingen. Dit is fijn. Foefje heeft net gebeld of ik hem wat eerder op wil halen. Het is nu 4:15. En eigenlijk heb ik het ook wel een beetje gezien. Ik heb best goed kunnen werken. Ik heb ineens bijna... Ik durf het niet te hard te roepen, maar... Ik denk dat het meespeelt. Ik heb zeg maar bepaalde medicijnen gehad. Het was een soort van ontstekingremmers iets. En die moet je 2 keer per dag nemen. Maar ik moest hem 3 keer per dag nemen. En alleen voor vandaag en gisteren zat er precies genoeg voor 2 keer per dag. Dus ik heb gisteren vandaag maar 2 genomen. En ik merk het wel. Dus al die dagen nam ik er 3. En nu heb ik er 2. En dan merk ik gewoon nu halverwege de dag van oei. Ik voel ineens pijn, zeg maar. Maar dat is, ach, het is allemaal wel bij horen. Weet je, ik voel me verder. Dat is het lastige. Ik voel me verder mentaal helemaal goed. Ik ben eigenlijk... Ik ben annoyed door het feit dat ik zo weinig heb kunnen doen. Dus ik heb gewoon best wel veel energie nog. Dat ik denk, I wanna do stuff. Weet je wel, net als dit. Oh, ik weet waarom ik zo flink heb vooruit kunnen werken. Omdat ik gewoon helemaal knettergek ben. Gewoon omdat ik niks heb kunnen doen. Dus ja, maar trouwens wel leuk, want ik zit die vlogs terug te editen, denk ik, heb ik gewoon een dagje zitten knutselen met Avisa. En weet je, toch wel van die leuke dingetjes dat als je dan ziek bent, dan maakt dat je extra happy. En ik zie het gewoon terug in mijn vlogs, dat ik er gewoon heel vrolijk van word en heel gelukkig. Dus thank you voor iedereen die mij bezig heeft gehouden ook en zo. Of althans op een positieve manier, die zeg maar met me mee is gaan, maar ook gewoon een soort van afleiding heeft gegeven en zo. Het is zo lief. Daar is Foefje op zijn werk. Yeah. Kom lekker ophalen. Ja, want ik moet eerder naar huis, omdat ik kennelijk foutjes maakt. Of nee, althans, nee. Nee, niet foutjes. Omdat hij dingen herhaalt, toch? Ja, nou, nee. Hij heeft even boodschappen gedaan en we zijn thuis. Catfood en kattenbakkorrels zijn binnen, maar ik heb ook nog iets anders, namelijk... Er was een aanbieding... 48 catchteaks. Hallo. Ik dacht dat het wel spannend zou zijn. Hallo. Kijk, Manies, kijk. 48 catchteaks. Foef, Manies zit gewoon op de slontafel. Hè? Kijk, Manies. Ja, Manies die weet wat het is. Kom maar. Jij herkent het wel, hè? Oh, kijk, nou, ze zit hem te wassen. Ja. Omdat jullie je zo lief hebben gedragen deze week. Hier heb je er 1 en hier. Ah. We hebben een cheese party. We hebben hier ravioli met 5 kazen en verse pastasaus van kaas gemaakt. Van allemaal soorten kaas met rucola. Kaas. Oh yeah, cheese on cheese. Food is done. Ik mag Foef zijn hoofd doen. Je mag wel het harde druk van. Hey, het is 11:00 en wij gaan lekker slapen. We hebben Suits gekeken en we hebben een stukje Eurovisie Songfestival gekeken. En nu gaan we lekker naar bed. Dus wel trusten, bedankt voor het kijken en ik zie jullie morgen weer. Doei! Ze niet goed had, dus hij moest achterlangs zo. Ik heb het helemaal nek in de vliegtuig van los. Ik heb echt een stijf nek. En nu? Oh yeah!